Mannen, niet te kijken. Doe normaal, baby. Een hele goede morgen, mensen en Francis van Ryomi en Raphaël. Welkom bij een nieuwe week, een nieuwe vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, kan je abonneren hieronder dit filmpje. En dan blijf je altijd op de hoogte van de dingen die wij meemaken, de dingen die wij doen. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk dingen aan jullie laten zien. Nou, mijn naam is Ryomi Tinda. Jij bent... Raphaël Meran. Voor de mensen die ons nog niet kennen. Wij hebben elke week een nieuwe vlog online. Waarbij we eigenlijk niet alles uit ons leven laten zien, maar wel veel uit ons leven laten zien. We weten nog niet wat we deze week gaan doen. Sowieso wel werken. En wat nog meer? Wat nog meer? We houden van elkaar. Ja. Dat sowieso. En wat met al die dingen? Wat? Met al die troep in mijn mond. Kon je niet even zeggen dan? Sorry mensen. In ieder geval, wat gaan we nog meer deze week doen? Zo, dat is een mooie vraag. Sowieso. Onder de markt gaan. Ja. De markt filmen voor ze. En de rest is nog allemaal een verrassing, want voor ons is de week ook een verrassing. Wij leven van dag tot dag. Dat is het eigenlijk. Ja? Good morning, baby. Good morning. Nou, dit is natuurlijk weer mijn baby. Waar gaan we naartoe? De markt. De marktlieden in Suriname starten hun dag erg vroeg. Al om 3 uur in de nacht beginnen zij met het opbouwen van hun standjes. De meeste marktlieden zijn wederverkopers. Dat houdt in dat zij groenten en fruit overkopen van landbouwers op de avond daarvoor. Zij proberen zo vroeg mogelijk hun winsten uit de ochtend te halen, zodat de middag wat makkelijker verloopt in verband met de hete zon. Mijn rugzak naar de markt. Ik voel me echt net een toerist in eigen land. Oké. Oké, mensen. We hadden jullie beloofd dat we vandaag naar de markt zouden gaan. Tenminste, deze week naar de markt zouden gaan. En dat gaan we ook doen. Maar we gaan jullie zo meteen vertellen wat we allemaal gaan halen op de markt. Wat we vermoeden te gaan halen, want we hebben een of andere boodschappenlijst gemaakt. En het zijn gewoon spulletjes die we nodig hebben in huis, hè. Let me see. Kokosolie hebben we al gehaald. Dat hebben we gisteravond gedaan. Fruit hebben we sowieso nodig. In Suriname zijn er sowieso heel veel verschillende vruchten. Vruchten die we ook niet in Nederland hebben, toch baby? Dus we gaan jullie proberen te laten zien wat voor vruchten we allemaal hebben in Suriname. Waarom kijk je zo gek naar mij? Hoezo kijk ik gek? Zie ik er niet uit. Heb ik iets gezegd? Nee, maar ik vraag het. Baby, ik vraag het alleen. Je hebt je oorbellen aan. Ja, dat keek je. Ja. Nee, maar ik wou gewoon als een natural eruit zien. Kijk, mijn natural. Maar er zit om in make-up op mijn gezicht. Oké, even door. Even kijken, wat gaan we nog meer checken voor jullie? Oké, fruit en groenten sowieso. En waarschijnlijk gaan we ook vis halen, want deze man hier naast mij is een visfreak. Baby, waarom haal je eigenlijk zoveel van vis? Ik zie jou trouwens niet eens. Ik film, maar ik heb zo... Sorry mensen, het is echt erg. Waarom heb je eigenlijk zoveel van vis? Dat vis gezonder is. Ik wist dat je dat zou zeggen. Hoe wist ik dat? Hoe wist ik dat? Ik had het moeten lipzinken. Ja. Het is beter dat je vis eet dan dat je kip eet. Hoezo is dat beter? Omdat de vis niet ziek wordt. Als hij ziek wordt, gaat hij dood. Hoe weet je dat? Is dat echt dat zo? Dat is gewoon zo, ja. Dat als geloof ik ziek, niet. Als een vis ziek wordt, gaat hij dood. Echt? Ja. Dus, kip niet. Kip blijft leven. Maar vis niet. Mensen, vis dit gaan we googlen. Dit gaan we meteen googlen. Ja, dit gaan we googlen. Als een vis ziek wordt, gaat ik ga het nu voor jullie googlen, mensen. Ja, babyboel, maar jij bent geen encyclopedie. Ik kijk naar documentaires vaak. Als een vis ziek wordt, gaat die dood. Schenk iets verkeerds in het water. Ga je zien dat die vissen doodgaan. Ja, ze maar leven. Dat is iedereen gaat van geven. Nee, gewoon olie. Schenk olie in het water, ga je zien ze gaan dood. Vis. Daarom zeggen mensen gezond als een vis. Ah, nu voelt het kwartje. Een vis gaat dood als hij ziek wordt, geloof me.
staat direct. Ja, iemand gelooft mij niet. Die gaat lekker googelen. Google is mijn trouwe maat. Weet je dat een man zijn goudvis, hij heeft een tumor weggelaten hebben bij zijn goudvis. Do you believe that? Ik snap dat niet. Wie zou zoveel geld uitgeven om... om zijn vis. Ja, het is een goudvis, baby. Kom op. Baby, er staat helemaal niks over die theorie wat jij net hebt gezegd. Misschien kunnen jullie het voor mij opzoeken, mensen. Gaat een vis direct dood nadat hij ziek is? Ik wil eigenlijk antwoorden hieronder. Misschien kunnen jullie echt van mij checken, want dit gaat helemaal nergens over. Ik kan het niet vinden, maar misschien kan iemand anders het me wel vertellen dan mijn vriend. Baby, ik zeg jou. Ja, baby, ik weet het, maar ik geloof het gewoon niet. Ja, een vis kan niet ziek worden. Een vis kan je geen medicijnen geven. Ja, logisch, omdat ze in het water wonen. Ja, maar alle andere dieren kan je wel. Maar een vis niet. I did it. Ik ga dood, geloof mij. Oké, nou ja, we zullen erachter komen. Reacties hieronder. En wij gaan nu richting de markt en nemen we jullie mee. Dikke kus. We zijn gearriveerd in de stad. We zijn op dit moment in de Maagdenstraat. Waar komt die naam vandaan? Ik weet dat niet, boy. Kan je niet helpen. Je bent toch taxichauffeur? Nou ja. Dan moet je ook een beetje de historie van alle straatnamen kennen. Ja, snap je? Zo, lekker hè? We hebben een lijstje gemaakt hè? Maar die lijstje is niet geldig voor hier. Want dat lijstje zijn allemaal dingen die je bij de supermarkt moet halen. Okidoki, we zijn dus op de markt gearriveerd. We gaan dus kopen boulanger. Dat is hetzelfde als de Nederlandse aubergine. Dit gaan we halen. Dit is boulanger. Kijk, je hebt nog eerst vragen. Dan blijf dan uit je brief. Wat eet? Ik ga stuk. Die vrouw wilde niet op de camera, dus we hebben haar niet gefilmd. Maar we wilden haar sowieso niet filmen. We wilden gewoon de groente filmen. Maar dat begreep zij weer niet. Oké. Okay. Even kijken, wat voor groente is de volgende? Kijk hier. Is die tomaten hier? Gesproken. Hoezo? Omdat het te veel glimt. Beetje doen ze. Kijk dit. Iemand weet, is gespoten kennis. Dat is baby. Ik wil iets. Is gespoten kennis. Weet je wat ik wil zeggen? Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ik wil iets stoms zeggen, maar het is echt lelijk eruit gekomen. Even kijken, we hebben hier heel veel verschillende. Wat? Steek hier eens in. Ik heb die kippen. Ja, wat is dat? Druiven. Druiven. Oké, laat me even filmen. Ik ga voor jullie filmen hoe de druiven van Suriname eruit zien. Mag ik even filmen? Heel kopen. Wat? Ja, ik ga kopen, maar mag ik filmen? Je mag proeven, je mag filmen, maar je mag ook kopen. Dit is toch moordend? Kijk mensen. Het is lekker. Dit zijn... Dit zijn Surinaamse babydruiven. Mag ik u filmen? Mag ik u filmen? Ja, maar dat zeg ik. Dat is belangrijk. Zo, nu mag je filmen. Een beetje zacht maken. Ja. Deze moet je zacht maken. Ja. En dan maak je een gaten klein en dan zuig je het eruit. Oké. Okay. Ja. Oh ja, cool dat hij zachter is. Oké, laat me even kijken hoe het proeft, jongens. Ja, dat proef je. Oké. Kleine gaten maken en zuig. Wat kost dat basje? Ik heb van 10 en ik heb van 15. Dit is wat eruit komt. Zie je? Als een puist met pus. Ja, precies. Ja, kijk, maar is wel lekker. Ja. Smaakt een beetje zoetachtig. Ja, is wel lekker. Ja, doet die eentje. You should try it. En zoete boon, die heb ik ook. Oh ja, dit zijn sweet bonchies. Die maak je ook. Dat ken ik wel. Maar van, ik kan het jullie niet van binnen laten zien, mensen. Nee, ik ga scheuren. Het is een beetje wittig. Oh, ze gaat er gewoon maar scheuren. Wat een lieve vrouw. Scheur eentje, zo. Kijk mensen, zo. Dit is sweet bonchi. Het lijkt een beetje op katoenachtig. En het is een beetje... Wit. Het is wit en het is een beetje zoetig. Bonen, hè? Zoete bonen. Ja. Dan mag je nu proeven. Dank u wel. Er zit een pit, ja. Je koude, totdat de vlees in je mond blijft. Cool. Ja. En die pit ga je weg. Deze ken ik wel, ja. Is ook heerlijk.
Super lekker. En de pitten zitten zo uit. De pitten zijn een beetje groen. Zie. Heerlijk. Dat is hem. Sterappel. Witte. Je hebt bruine. Witte en je hebt bruine. Ja. Oké, okay. En hoe smaakt het? Oh, jawel, ik ken het wel. Jawel, ik ken het wel. Let me see. Zoet. De sap. Oh, dit is wel echt lekker. Heel lekker. Oh, dit wil ik wel. Die bruine is niet ja, dit zo lekker wil ik. Hoor. De witte weet zijn altijd lekker. Dan wil jij ook proeven? Nee, mevrouw, ik ben het niet. Mensen, we zijn nu in de markt. En hier verkopen ze volgens mij kip, zie ik. Varkensvlees. Varkensvlees. Kip. Kijk maar om daar. Waar is je oom? Kijk, hij zit daar. Zoutvlees. Ja. Ik ga stuk. Nou ja, dus dit is zeg maar binnen in de markt. Waar ze dan kip en zo verkopen. Zoutvlees, varkensvlees en zo, et cetera. Mijn baby en ik, we zijn onderweg met tongbrekers. Oké, okay, we hebben die eerste, had ik gezegd. Als jouw tackle mijn tackle, 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 mijn tackle. Nee, als jouw tackle mijn tackle, 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 mijn tackle, jouw tackle terug. En nu ben jij, baby. Als jouw tackle mijn tackle, 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 mijn tackle, jouw tackle terug. Oké, okay, die kijkt ja. Oké, okay, die hadden we een beetje geoefend, toch? Oké, okay, nu hadden we deze. Ik kan het zelf ook niet zo goed, hoor, maar... ik mix whisky in de whisky mixer. Mix jij ook whisky in de whisky mixer? Whisky. Nu ben jij. Ik mix whisky in de mixie. In de... ik kan het niet. Nou, proberen. Doe. Sneller. Ik mix. Nee. Jawel. Nee, dus zo kan ik het niet. Jawel, je moet, anders is het niet grappig. Ik mix whisky in de whisky mixer. Mix jij ook whisky in de mixer? Jongens, dit gaat hem niet worden. Maar hij wil dus dit gaan doen bij andere mensen. Dus hij gaat eventjes oefenen en als hij het kan, dan gaat hij het ook filmen. Niet vergeten, hè, baby? Ja. Beloof even aan de kijkers dan. Ja, ik beloof het jullie. Oké. Okay. Ik ga kapot lachen. Recording. We zijn in onze huiskleding vandaag. En we zijn in Kommerwijnen. Ik heb mijn baby's t-shirt aan. Kijk, is het mooi? Maar een beetje groot, maar is wel mooi, hè? Ja, en we zijn nu op Kommerwijnen. Dat nee. Is een stad? Een district. Is een district in Suriname, over de Bosjebruggetje heen. Hier. Nu zijn we in de mall. Etching and cranium. You know your body look good, good, good. So good, so good. Yeah. Yellow body good, monsieur de God, you know. Wacht even. Er moet toch iets uitkomen, want dan moet je dit doen zo. Nou, ik zie het ook niet, man. Er moet hier iets uitkomen, zo'n fischer ding. Want je moet zeg maar zo... Alleen een platte ding, toch? Ja, dan moet je zo doen. Dan moet ik proberen bij jou naar binnen en jij bij mij naar binnen. Goeiedag, dame. Ik heb een vraag. Je werkt dat ding? Maar dat ding komt niet eruit, we hebben al betaald en die machine is aan. Ja. Soms zet je plat uit, hier binnen vast. Vast, oh. Slaan ze meestal aan dat ding, dan valt het eruit. En niet te hard slaan, baby. We hebben ook asma's aan. Nou, ik weet niet wat voor Ali illegali dit gebeuren is, maar... Dat gaat hem niet meer worden hoor. Haibu. Met wie praat jij met Haibu? Hoe gaat het? Met wie praat jij? Met mijn baby. Doe eens normaal. Ja. Ja, sprak maar toch normaal. Nee, mijn baby is 9 minuten. Het is niet leuk. Hoe bedoel jij? Nee, ik vind het echt niet leuk. Er is niemand aan de telefoon die pas belt. Ja, zie je? Hallo? Iemand gaat zomaar ritten rijden in de nacht. Hoe zijn dingen? Ja, niemand bespreekt iets met mij. Ik ben niet belangrijk. Hoe was je probleem? En je hebt ook nog afspraken gemaakt om 9 uur in de ochtend. Hm. Nee, er was niemand aan de telefoon. Ja. Ik deed gewoon zo. Hi. Ik wou gewoon een tik nemen. Kijk een mug bij je nek. Ik hoop dat die steekt. Too much, wrap on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead.
That's not the order. Okay. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something new. But I'm in love with the shape of your wings. And there's that kiss of a golden wings. Maar voordat we uitstappen, wil ik even iets zeggen met jullie delen. Baby, ik wil dat je goed in het licht komt zitten wanneer ik dit zeg. Wat wil je me zeggen? Dat die mensen mij niet zien? Nee, ik bedoel het niet zo, maar ik bedoel... Wat denk jij? Baby, ik bedoel gewoon dat je in het licht moet komen zitten, zodat men je goed kan zien in de zin van... Je bent schuldig aan iets. Luister mensen, dus mijn baby en ik stonden voor een supermarkt. Ik zag er best wel cute uit, as usual. Nu even niet, maar oké. Weet je wat we praten? Er waren twee jongens, maar mijn baby is taxichauffeur, dus die jongens die dachten waarschijnlijk dat ik een klant was van mijn baby. Maakte die jongen opmerking. Wat zei die jongen ook weer, baby? Hij keek. Zo of zoiets. Van, ja, zo, leuke meid. Mhm. Zo. En toen. Ik ben baby super jaloers, hè. Hij haat mij nu. Dus weet je wat mijn baby gedaan? Toen heeft hij gezegd tegen de jongens. Is niet zomaar een klant, hè? Is een speciale klant. Of wat zei je? Ja, het is een speciale klant. Deze is van mij. Dus is boem belangrijk. Ja. Deze klant betaalt niet. Ze betaalt met liefde. Ze duurder dan alle klanten. Waarom moest je dat doen? Ik mag. Was je jaloers? Ik was jaloers en ik mag jaloers zijn. Laat ze een vriendin gaan opzoeken. Rond. Dat was ons verhaaltje. Ik zie het, dat is echt, dit is echt... Mannen, niet te kijken. Doe normaal, baby. Hij is gek. We gaan patat halen. Bye. Nou, we hebben een 2-piece meal besteld bij Golden Wings, toch? Golden Wings en het is wel super lekker, daarom gaan we altijd naar hier. Wat is zo lekker aan Golden Wings, mevrouw? Wat vind jij zo lekker? Wat? Oh, dat is een goede vraag. Ik vind die kip sowieso heel erg lekker. Die pittige saus die jullie erbij zetten bij de patat. Kunnen we het recept krijgen? Het is een eigen combinatie. Als je in Suriname bent, kom gezellig naar Golden Wings. Want ik vind het sowieso lekker en alles wat ik eet is lekker, want ik hou van lekker eten. Dus kom maar. Ciao, ciao. En mijn baby, zag het ook iets? Hallo, vind je het ook lekker? Ja, ik vind het ook lekker. Ik heb honger. Hoi allemaal, bedankt voor het kijken naar Life with Riro. Wil jij meer avonturen zien? Vergeet dan niet te abonneren. Life is good when we share it.